Het is dinsdagavond, 31 oktober 2017. Welkom bij de tweede editie van de Business Voice van Assen. En de Business Voice Assen is een ontzettend leuke avond waarbij je er eigenlijk achterkomt van wat voor jong ondernemend talent Assen voortbrengt. Dit is het event in de regio waarin je als beginner een podium krijgt. Je moet binnen 1 minuut vertellen wat je hele idee is. Ik wil ook wat gaan doen aan dit probleem. Ik ga oriëntatietrajecten oprichten waarbij jongeren op een hele ervaringsgerichte manier gaan kijken wat hun interesses zijn. Dat betekende dat ik een abonnement heb ontwikkeld waar de ondernemer zich bij aan kan sluiten en daarmee zijn marketing veel goedkoper geregeld heeft. Super eng natuurlijk om in 1 minuut even te pitchen, dat gaat zo snel. Het is lef hebben als je nog niet alle kaders compleet hebt, maar wel weet van ja, maar dit is waar ik voor sta. Hoe geweldig zou het zijn als het aantal ongezond zware mensen niet meer zou toenemen of misschien zelfs wel zou afnemen. Niño's is kortdurende, flexibele kinderopvang in de binnenstad van Assen. Iedereen heeft een sterk fundament nodig. En als je die ergens wil kunt leggen, dan is dat hier. Mij opgevallen is dat de jury best kritisch is. Wat ga je dan voor mij betekenen als bedrijf? Maar er zit meteen een vraag achter. Wie betaalt dat? In de pit zou zo mooi zijn om te laten weten wat het mensen oplevert als ze de kinderen bij jou brengen. Je stelde ook eigenlijk in je pitch de vraag aan een coach, hè, die helpt met marketing. Zou je daar iets concreter nog kunnen aangeven wat je daarin vraagt? De sfeer was luchtig, de interactie was leuk, het was makkelijk voor het publiek om met de deelnemers in contact te komen. Het is een uitdaging en ik dacht, ja, ik moet die uitdaging inderdaad aangaan. Luister maar eens naar wat mensen te vertellen hebben over hun bedrijf. En misschien kom je zelf ook met een idee. We hebben uiteindelijk gekozen voor die pitch waarvan we denken dat die het meeste potentie heeft. En dat is de pitch van Fardau.